Dit wordt een hele mooie. Ik ben namelijk bij de vrijmetselaars geweest. En ik ben hier geweest. Wat was dat precies? Hier zetten ze. De Velperweg en dan onder de A12 door. En dan de eerste naar links. Even kijken of ook nog een... Zo'n mannetje neerzetten. Even kijken wat er wordt gedaan. Slinger de slinger. Zien we iets? Het was echt... Ja. Wacht. Wat voor gebouw was dat nou? Nee, dat was niet dit. Wel hier in de buurt. Nee, ik wil het ook helemaal niet. Ik wil gewoon dat poppetje zien. Ja, zoiets. Ja, daar was het, ja. En dan moet je dus... Dit is volgens mij... Dit is van het noorden afgezien. Kijk, nou zit je onder dat ding. Daar hebben we dus niks aan. Gewoon zwooien. Kijk, daar... Daar was het. En vroeger hadden ze dus een gebouw bij het Centraal Station van Arnhem. Dat was echt zo'n mooi Grieks gebouw. En daar woonde een vriend van mij, Blake. En die kende de moeder van mijn kind. Dit wordt echt zo toevallig. Je gaat het niet geloven hoor. Dit is zo merkwaardig. Maar ja, het zijn ook de vrijmetselaars, hè. Die kennen van alles. Wat een stelletje kleuters. Oh, maar eventjes. Ach, nou verklap ik alweer. Hè? Perry toch. Je moet altijd de clue voor het einde bewaren. Wat een stelletje kleuters. Maar goed, oh, dan zeg ik het weer. Nou ja, maak het uit. Ik heb het toch al één keer gezegd. En die vriend van mij, die heeft dus gekozen voor wat de Duitsers een nennen, die Deutsche nennen, de Freitod. Dat vrijwillige afscheid, dat heeft hij inmiddels gedaan. Tot de afschuw van zijn omgeving, die helemaal geen gevoel had voor zijn verdriet. Dus ja, hè? Zo gaan die dingen. Maar hij zat dus in dat voormalige gebouw van de Freemasons, of de Masonen. Devil Worshippers. Kleuters. Kan je ze ook noemen. Maar goed, hoe je er dus komt. Het is nou duidelijk waar het gebouw ligt. Hè? Maar de kaart is natuurlijk veel mooier. En als ik nou hier klik. Dan kunnen jullie denken. Oh ja, ik heb precies. Het is dus hier. Ja? Ik zal nog een beetje uitzoomeren. Maar je hebt dus de weg naar Velp. Die heet de Velperweg. Dat is echt een geniale uitvinding. Hè? Om de weg naar Velp de Velperweg te noemen. Hè? En dan hier heet hij de Arnhemse Straatweg. En dat vinden jullie, dat is natuurlijk gelijk heel verwarrend. Maar dat komt dit hier. Dat is Velp. Ja. Dus die weg voor die mensen, die heet de weg naar Arnhem. En voor ons heet het dus de Velpenweg. En is het gewoon de eerste links. En dan, ja, ik heb het net laten zien. Nou, die hebben dus, want zij zijn dan zogenaamd een geheim genootschap. Oh jee. Oh, dat is al de eerste grap. Zij zijn een geheim genootschap. En die hadden een open dag. Dat is toch heerlijk? En toen zei dus die vent, die vriend van mij... Die ik dus leerde kennen, opnieuw leerde kennen. Want ik kende hem al toen ik 18 was. Maar ik was hem uit het oog verloren. En door de moeder van mijn kind zei ze, hey, daar is die. Maar even later zei ze tegen mij, hey, hij heeft vrijtood gedaan. Maar die zat dus in het gebouw van het voormalige Freemasons jongens. En die had die advertenties hier staan. En hij wist, want in die tijd, ik ging ook naar de Theosofen.
en de antroposofen. Ik ben gewoon van nature nieuwsgierig. Dat neemt niet iedereen mij in dank af, maar dat maakt mij geen... het maakt me niet uit. Om het maar netjes te houden. Ik ben gewoon nieuwsgierig. En hij kwam er dus mee. Rolf heette hij. Rolf. En hij heeft protestantse ouders. Hij is molenaar geweest. Hij is ontzettend gepest door naffers. Vroeger had je kaffers, maar tegenwoordig heb je naffers. Maar die zijn net zo erg hoor. Helemaal geen probleem. Die hebben hem gepest, jongen. En waarom? Omdat hij een molenaar was. En iedere ochtend om 9 uur was hij op tijd op zijn werk. Ja, de ouder die naffers, kennelijk dus, vonden ze hem stom en ze wilden zijn apparaat kapot maken. Ja, en hij hield daar niet van. Want hij gebruikte die molen daadwerkelijk om graan te malen. En het is dan weliswaar een beetje museumachtig werk. Aan de andere kant, die molen die draait wel. Maar goed, hij heeft dus vrijwillig dag Sinterklaasje gezegd. En met hem was ik hier. Hij had het in de krant zien staan en hij zei, kom op. En ik ben er dus echt naartoe gefietst. Hoe ver is het eigenlijk? Is ook wel leuk om even te weten. Dat kan ook, hè? Je kan afstanden meten. Ja, ik weet niet of ik het... Maar je kan wel zien, dat is best een eindje fietsen. Maar dit is de snelweg dus. En dan moet je dus hier de Velperweg helemaal af. En dan kom je dus... Kijk, daar woonde ik. Spijkerstraat, hier woonde ik. Daar ongeveer. Dat is wel een eindje fietsen, toch? Moet je langs Molenbeken. Fabrieksterrein van de NK... Heb je hier de oude Velperweg, is ook een hele leuke route. En uiteindelijk kom je dan... Toch? Of was het nou hier? Fok. Het zou ook nog kunnen dat het hier was. Shit the fuck. Ook even een poppetje bij zetten. Wat een mooie mislukte uitzending wordt dit zeg. Ik kan niet eens de vrijmetselaars vinden. Nee, dit is... Oh ja, dit ken ik. Ja, nee, hier is het niet. Hier is het niet. Nee, dit is... Hier is het niet. Nee, dat klopt. Dat klopt. Hier is de waterweg. En die ken ik. En dit is de IJssel... Nee, het was de Velperweg. Nee, ik heb het wel goed... Ha! Wat een amazing escape, mijn mensen. We hadden best een eindje fietsen. En toen zijn we daar naartoe gegaan. En het was merkwaardig. Dus het is waardig om het aan te merken. Absoluut bijzonder. Ze hadden een tempeltje daar. Ik moet echt zeggen een tempeltje hoor. Dat was niet een echt indrukwekkend gebouw. Ik bedoel, het eerste gebouw van de ABN AMRO Bank ziet er mooier uit. Maar oké. Tegenwoordig hebben de vrijmetselaars kennelijk ook geen cent meer te makken, want het mooie gebouw bij het Centraal Station, dat hebben ze verkocht aan studenten. Want daar woonde mijn vriend, of ex-studenten, of van die jongelingen, die betalen dan 400 in dukaten, of talenten, euro's, guldens, maakt niet uit. Die betalen 400 in de maand voor een kotje. En hebben ze dus een nieuw tempeltje gebouwd, dat was echt een tempeltje van niks hoor. Kut tempeltje gewoon. Vond ik. En het leuke was dat bij binnenkomst kregen we gelijk 2 consumptiebonnen per persoon. Dat waren er 2 voor hem, Rolf, en 2 voor mij. En die man, dat was echt een mooie stevige man, een beetje uiterlijk gorilla, in de zin van stevig. Hè? Dat je denkt, oké, stevige man.
En die zei gelijk, hier kan je in de pauze sterke drank voor krijgen. Ja, toen was ik dus gelijk verkocht. En dan hadden ze mijn aandacht. En ik wist gewoon, nu bedoel je serieuze business. I'm your friend. Dus met die heerlijke warme consumptiebonnen ergens weggestopt in mijn borstzakje of in mijn portemonnee. En nam ik plaats. Nou, toen kwam de pauze. En dat was me goed ook, want ik was het totaal beu. Wat een geouwehoer. Wat een gelul in de ruimte. En na de pauze kwam er nog een vrouw. En die ging vertellen dat het helemaal niet erg is als je man bij de vrijmetselaar zit. Want ik weet niet eens meer waarom. Ik begreep niks van wat ze aan het vertellen was. Dan ik snapte er helemaal niks van. Het enige wat ik hoorde is de vrijmetselaars, dat is een soort vriendenclub. En dan betaal je, dat heb ik toen niet gehoord, maar het kost dus iets aan. Tegenwoordig denk ik dat een beetje vrijmetselaarschap richting de €500 in de maand gaat. Maar ze hebben, heb ik dus weer gehoord van uit het circuit, uit eerste hand, van een Turk. En die heet Emre. En hem werd toen een contract aangeboden van €330 per maand. Maar de eerste maanden zouden gratis zijn. Ja, ga er maar aan staan. En in de pauze kreeg ik dus inderdaad de jenever. En ik weet niet of mijn vriend Rolf toen al zijn consumptiebonnen zelf geconsumeerd heeft. Of dat hij dacht na één jenever van kom, ik geef die andere wel aan Perry. Want ja, die heeft toch een natte nek, dus dat maakt niet uit. Verschrikkelijk. En dan stond ik in die tempel daar. Oh nee, laat ik beginnen met. Dus de binnenkomst, daar was dan die vent die zo. Jenever kopen, gratis. Ik zeg, ja man. Kruikensuiker. En kruikensuiker is geen scheldwoord. Dat is gewoon een woord voor een Tilburgenaar. Sorry, voor mij. Dus ik was er binnen. En die boekenkast, om maar te beginnen. Dat was het eerste. Punt 1, de boekenkast, daar zat gewoon een glazen deur voor met een slotje erop of zo. Maar je begreep wel dat je de deur niet open mocht doen en je mocht niet een boekje eruit pakken. Je mocht alleen maar kijken naar de kaften. En de rug, alleen maar de ruggetjes. Je mocht die boeken niet eens vasthouden. Dus ik kijk naar die titels op die ruggetjes. Nou, die titels op die ruggetjes, die kunnen mijn ruggetje op. Wat een boel crap ruggetjes, man. Absolute idioterie. Dan stond ik in die tempel, of die werkplaats, moet je nou zeggen, de werkplaats. En die was gericht op het oosten. Dus hoe die nou precies, ik kan het hoe niemand. Je kijkt nu naar de kaart waar het ongeveer is, maar dat ding lag dus ergens hier. Nee, dat lag ergens daar. Ik denk dat dit weggetje er niet op staat. Maar die tempel was gericht op het oosten, ik zweer. Ik ben daar heel vaak langs gereden. Die kaart is gedraaid of zo. Stom ding. Daar hebben ze inderdaad op de grond witte en zwarte vakken. Echt een Freemason gebeuren. En in de pauze mochten we lekker kletsen. En ik had dus lekker die jenever. Ik had twee jenevers. Misschien wel drie jenevers. Want ik kan met drie jenevers gewoon de Velperweg af fietsen naar huis. Snap je? Ja, dat is toch de bult af. Kom op, ik kom wel thuis. Ik kan dat wel handelen. Dus ik stond er in de pauze. En een beetje in de rondte te kijken van wat voor shit heb je, dat Engels mag je gewoon zeggen, wat voor spullen heb je hier allemaal? Dus ik zat in de rondte te kijken en ik heb gewerkt in de theaterwereld. Niet echt super professioneel, maar wel iets meer dan amateuristisch. Ik heb er gewoon geld voor betaald gekregen.
Dus ik weet waar de lampen op moet hangen. En waar de hoeken zitten. En ik keek naar het plafond. Ja, dat was echt wel kunstig. Ja, ik zag het helemaal. En een oude man die komt bij me staan. En die zegt, wat vind je ervan? En ik zit in de rondte te kijken. Van, nou, dat moet er goed uitzien. Want we stonden op een plek en recht boven ons hadden ze een ledlamp. Gewoon een gerichte straallamp. Die wees dus naar een plek vlakbij ons. Ik zei, dat is mooi gemonteerd. Ja, zei hij. Ja, die zetten we aan, want als we gaan beginnen, dan gaat het licht uit. En dan gaan de lampen flikkeren. Dat is een soort, je kan ook in de discotheken heb je dan een spiegelbal of zo, een spiegelbol. Zielig, man. Het is gewoon zielig. En toen zei ik ook nog van, hey, maar jullie hebben wel de Bijbel. Toen zei hij, nee, wij hebben hier geen Bijbel. Ik zei, oh nee, maar volgens mij ligt daar een Bijbel. Nee, Eddie, daar ligt geen Bijbel. Nou, die man die was 20 jaar ouder dan ik. Ik had hem ook gewoon bij zijn lurven kunnen grijpen. Dat doe ik niet hoor. Mijn moeder deed dat altijd bij mij. Die greep mij bij mijn lurven. En had ze ook van die lange nagels. Het niet echt lekker. Ik heb dat niet gedaan. Ik vroeg wel om wat duidelijkheid. En toen legde hij mij uit. Daar lag alleen maar Johannes 1 vers 1. Nou, die ken ik toevallig uit mijn hoofd. In het beginnen was het woord. Lalalala. In het Duits klinkt het beter, vind ik. Kijk maar naar mijn uitzending over de apocalyps. Met die geweldige tekenaar. Die kunstenaar. Als Duitsland. Maar het was alleen maar dat. Oké, dacht ik. Nou, dat is best. Nou, en toen was het handtekeningetje zetten. Hadden ze allemaal formuliertjes. En dan moest je dan je e-mailadres en je, nou, weet ik wat, je credentials, hè, je credentialien. Dat wat nodig is om jou te kunnen terugvinden, moest je op een formulier schrijven. Handtekening eronder. En dan was je proeflid. Dus ik zat naar dat formulier te kijken. En toen vroeg ik aan die vriendelijke vent die mij volgegoten had met jenever. Dus enigszins beschonken mag je dan aannemen. Vroeg ik aan hem van, dat is mooi. Dit is inschrijven. Hoe ziet het uitschrijfformulier eruit? Want ja, als ik mij wil kunnen aanmelden, wil ik me ook kunnen afmelden. Als we op vakantie gaan, dan neem je toch ook een annuleringsverzekering als je niet zeker weet of tante Jo de zomer wel haalt. Tante Jo komt te overlijden, dan gaan we niet naar Spanje. Inschrijven, uitschrijven. Nou, dat kon dus niet. Je kan je niet uitschrijven bij de vrijmetselarij. Dat schijnt niet te kunnen. En die vent die werd boos, jongen. En die, nou hoef je ook geen, als je zo begint, nou laat me zitten. En toen later, een paar weken later, dacht ik van, ach, dat heb ik over mijn hart gestreken. En toen heb ik ze een e-mail gestuurd. Van, sorry, mag ik alsnog lid worden? Nou, heb ik niks meer op gehoord. Ja, dat kan twee oorzaken hebben. De eerste oorzaak is dat de ICT-afdeling van de vrijmetselarij gewoon weg niet werkt. Nou, en dan wil ik met die mensen al helemaal niks te maken hebben. Als je die primaire voorzieningen van je e-mail, als je dat al niet kan afhandelen. Man! Afstammeling van Vladimir Poetin. Dat is één reden voor mij om te denken van, nou, mooi zo. Als je e-mail niet eens werkt, laat maar zitten. Stelletje amateurs. Je moest eens weten hoe. Kijk, oké, ik ga zo dadelijk even renderen. Echt renten, weet je wel. Want dat was echt zo stom.
En dan mag je gewoon doen over deze domme kabouters. Met hun stomme kleine gebouwtjes. En een wit-zwarte vloertje met een lila lampje in het plafondje. En dan doen ze allemaal, de ene doet dan een paarse jurk aan en die andere doet een rode jurk aan. En wat herhalen ze dan? Allerlei onzin. Gewoon naar verhalen van vroeger. Want het is net zoiets van, toen ik klein was, gingen we kooiboy te spelen. En dan kochten we, en moest je echt van je zakgeld betalen, had iedereen zijn eigen klapperpistool. En je moest wel voldoende klappers hebben. En dan was het gewoon knallen op elkaar. En ik had ook een indianenpak in die tijd. Had ik gewoon gekregen. Ik heb zelfs een Batman pak gehad. En dan deed ik gewoon mijn Batman pak aan. En dan waren mijn vriendjes, die waren gewoon scared as hell van mij. Als ik aankwam met mijn klappertjespistool. Maar toen was ik 8. Daarna ben ik echt gaan knokken met mijn vuisten. En ik heb 8 van de 10 heb ik gewoon tegen de grond aangemapt. Omdat ze mij onderschatten met dubbel T. Dat was in ieder geval kinderachtig. Maar dit ook. Dit is gewoon kinderachtig. Gewoon een veilig gevoel kweken uit niets. Uit wat? Er schijnt dan een 32e graad te zijn van de vrijmetselarij. En dan ben je er bijna, of zo. En heb je een 33e graad en dan ben je er helemaal. Maar waar ben je dan? Wat is dan die effing waarheid? Ik ben die boelkrep gewoon beu. Zeg het me gewoon. Die boekenkast die daar in het publieke gedeelte stond, die sloeg nergens op. Dat is allemaal onzin. Er is zo'n, er is zo'n boek van, dat moet elke man van tegen de 30 moet dat boek schrijven. En de titel luidt, Mijn Eerste Zaadlozing. Schrijf daar maar een boek over. En ga ik dat lezen? Nee, waar denk je dat mijn anus woont? Stelletje kleuters. En dat ze dan een open dag houden, ja, ik vind het best. Wij christenen deden dat niet. Wij hadden elke dag open dag. De vroege christenen hingen geen posters op. Ze keken wel linkeruit. Ze pasten gewoon op. Er is een mooi nummer van Beckman Turner Overdrive. Looking out for number one. And it's me, I'm looking out for number. Toedi, 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 toedi. Moet je wel gitaar voor kunnen spelen. Daar gaat het om. Het gaat om Jezus. En niemand komt tot de Vader dan door Jezus. En die vrijmetselaars, ik heb daar filmpjes van gezien, ik heb anekdotes gehoord. Zij kunnen daar tijdens die ritualen, behalve dan dat die lila lampjes vanuit het plafond netjes omlaag schijnen in de correcte hoek. En dat je helemaal gek wordt van de stralen en dat je denkt van, oh mijn God. Waar is mijn jenever die aan het begin was beloofd, toen ik nog Perry Winkel heette? En het werkt. Dat is het punt. Er gebeuren in die tempels, werkplaatsen noemen ze dat, daar gebeuren rare dingen. Daar gaan echt bliksemstralen knallen. Dat heb ik meerdere vrijmetselaars horen vertellen. En ze beschreven ongeveer zo'n beetje alle, ik heb het van 2 gehoord, hetzelfde. Nou, er zijn 2 verklaringen voor. De ene verklaring is dat er dus een geheim genootschap is binnen de vrijmetselarij.
Ja, maar laat ik het zo zeggen. Mijn vader met Sinterklaas, die strooide pepernoten. En wij konden dat niet zien. Hij had gewoon een zakje pepernoten, had hij gewoon achter zijn rechterbil. En hij zat gewoon naar de tv te kijken in afwachting van Zwarte Piet. En dan af en toe dan zit er... En dan vlogen de pepernoten in de rond. En zei mijn vader zo van... Hé, hey, is hier Zwarte Piet? En wij waren... Ja, ik en mijn zusje, wij waren stom verbaasd. Dat kan. Ja, dat ze binnen de vrijmetselarij, dus behalve die exoterische lampjes... Die je gewoon kan zien hangen als je daar binnenkomt als Perry Franciscus Martinez Winkel. En ik kan gewoon die lampjes zien hangen. Ja, dat zijn de exoterische lampjes. En dat ze daarnaast nog esoterische apparaten hebben. Die rare bliksemstralen van lila maken. Lila kleurig, daar ging het om. Lila. Kan. De andere kant is dat het ook kan dat het ze gewoon gelukt is. Dat het gewoon echt lukt. En waarom zou je dat doen? Er is een mooi verhaal in het Oude Testament over koning Salomo. Die ook zijn toevlucht zocht uiteindelijk. Tot dat... Rijk. Het rijk van de spoken, geesten. Want ik ben erbij geweest. Hè. Ik ben bij een Ouija board sessie geweest. Echt. Zelf. Het was in mijn kamer zelfs. Ik deed niet mee. Want het mag van Jezus niet. Je mag het wel doen natuurlijk. Tuurlijk mag je het doen. Is het verstandig? Mwah. Als je wil weten hoe het is, kan je beter een potje schaak gaan spelen. Dat is tenminste overzichtelijk. Maar een Ouija board die geeft jou antwoorden. Dan sla je stijl van achterover. En een hartaanval. Ja. Op termijn. Misschien. Niet gelijk, maar op termijn. Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En de mensen denken dan van, nou wat een dictator is Jezus zich, ik mag niet eens naar de Vader, dan erin. Precies. Heb je dat goed begrepen? Kijk, ik heb de... Het fenomeen. Ik heb het fenomeen wat Jezus mijn vader noemt. Dat heb ik gedacht toen op dat moment te zien. En dat was niet door Jezus. Dat was gewoon via de achterdeur omhoog. Hoe noem je dat? En ik kon er niks aan doen. Ik was alleen maar op zoek naar werk. Ja, het is mooi te verwoorden om te zeggen van... Het was net alsof ik toen werkte voor Apple. En Steven Jobs die zat boven in het gebouw. En ik werkte in het magazijn. En ik had een bonnetje en dat moest getekend worden. En ik heb gewoon op het verkeerde knopje van de lift gedrukt. En ik ging de juiste kamer in. Maar dat was de verkeerde kamer, want daar zat Steven Jobs. En ik deed die deur open en ik zie hem zitten. En toen dacht ik nog, dat is misschien wel toevallig. Toeval zeg, nou ik jou hier zie. En Steven Jobs die zei tegen mij van, kijk ik heb hier een phone. Ik bel de veiligheidsdienst. En jij kan fluiten naar je baan in dat magazijn als je mij nog 1 seconde lastig valt. Nou, die boodschap is bij mij aangekomen. En daarom kan ik jullie ook zeggen dat je dat via Jezus moet doen.
Want anders ga je deze weg. En je gaat dood, jongen. Echt, je gaat dood. Je sterft voor je eigen ogen. Knarsetandend. Kijk, dit is idolaterie. Vrijmetselarij is idolaterie. De verering van vormen. Je ziet het ook in een moskee, overigens. Een moskee is, zeg maar, vrij van beeld. Maar daarmee ook helemaal ingekleurd met getalsmatige... Ja, je wordt er helemaal crazy van als je daar naar binnen komt. Een beetje mooie moskee. En die vrijmetselarij, lui, die doen dat ook. Dat is een beetje materiële dingen manifesteren en dan beweren dat je God zelf bent. Dat is een hele gevaarlijke business. In het boek van Job, in het Oude Testament, daarin wordt melding gemaakt van een fenomeen. En dat is een gevallen engel. Een eenoogige engel. En die heet de duivel. En die is er. Die regeert ons momenteel. En dit is maar een loge. Er zijn hier in Arnhem iets van 5 of 6 of 7 van dit soort loges. Van dit soort kleuters. Die een beetje beelden lopen vereren. Als een beeld van Baphomet. Meer. Heb je er ooit naar gekeken? Naar het beeld van Baphomet. Is dat de reden dat mannen obese mogen worden en tieten mogen kweken? Want heel veel mannen hebben van die tieten, hè, tegenwoordig. Maar geen ballen meer. En hoe denk je dat dat komt? Erg. De boodschap van de Heer, die zijn enig geboren zoon heeft gestuurd. Dat is dat je je naaste moet liefhebben en je vijanden. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Het oordelen is onderscheid maken. Das heißt auf Deutsch, das Urteil. Het oordeel moet, want je moet oordelen of je je naaste aan het liefhebben bent op moment X te plaats Y, of dat je je vijand aan het liefhebben bent op plaats T te V. Ik zeg maar wat, hè. Een of andere, ja, een tijdstip en een locatie. Want dat is jouw daar zijn. En jij moet wakker zijn. Je moet alles in de gaten hebben. En jij moet beseffen dat jij, net als Jezus, aan het kruis hangt. Gewoon dagelijks. En je kan geen kant op. Je zit gewoon vastgespijkerd met je handen en je voeten. En wat je wel mag, is je mag spreken. Je mag jezelf eraan geven. Dat is toegestaan. En daarom is Christus de enig geboren zoon van God. In die tijd. En hij komt terug. Ja. Dat is beloofd. Jezus heeft gezegd. Als ik doodga, dan stuur ik de trooster. En de rest, dat hoor je wel. Nou,
En wat was de rest? De rest is dat eerst de antichrist moet komen en dan komt Jezus terug. En dat laatste is logisch. Dat is misschien wel het grootste probleem met het christendom. Dat het ontzettend logisch is. Laat het maar even op je inzinken. Met het christendom is enorm veel geld verdiend. En deze vrijmetselarij, dat is gewoon dat heet controlled opposition. Ze hebben die jongen gewoon, dat is allemaal idioterie. Het is van de ruk, de Romeins universele kerk, de ruk. Onderafdeling van de ruk. Alles. En met Jezus hebben ze echt, ze hebben een partij money gemaakt. Dat kan je niet eens, dat kan jij je niet voorstellen. Je moest eens weten hoe rijk de ruk is. En die doen alles, die doen alles met ons.